Op maandag 24 november kregen de nieuwsredacties van VRT en VTM een dvd toegestuurd. Op de beelden zijn drie gemaskerde mannen te zien die de Belgen willen waarschuwen voor terroristische aanslagen. We vroegen enkele voorbijgangers naar hun reactie. Ja, ik heb het filmpje gezien en ik kan er best wel in komen dat veel mensen zich aangevallen voelen, maar ik persoonlijk voelde mij niet echt bedreigd, omdat ik eigenlijk vertrouwen heb in de overheid. Ik vind het gemeen dat ze dat gedaan hebben, omdat ze ons bang maken voor de mist en dat zij waarschijnlijk flauwe plezanten die dat gedaan hebben. En ik vind dat er dan niet mee mag gelachen worden met zo van die dingen. Ik veronderstel dat zieken niet echt is. Dat gewoon een grap was. En dat het was om de mensen wat schrik in te voeten, maar waarschijnlijk ook wel net niet echt. Ik twijfel of dat wel echt is. Ik denk dat dat een flauwe grap is. Ja. En die mensen die dat doen, die moesten een keer goed aanpakken. Ja. Je bent ook mee akkoord? Maar de kans is ook natuurlijk dat het geen dag is. Het kan toch zijn. Ja, en dat zullen we dan ook. Dat we alles moeten afwachten. Die terreurdreiging, dat filmpje helemaal niet geloofwaardig. Ik kwam echt niet geloofwaardig over. Ik heb er nog helemaal geen schrik voor. En zeker omdat hun echte stemmen niet gebruikt werden en alleen maar ondertiteling. Ja, ik vond die terreurvideo eigenlijk best wel grappig. Het zag er niet echt dreigend uit. Gewoon omdat die muziek was zo... Dat was niet echt dreigende muziek. En ja, ze zaten daar wel te babbelen en zo, maar doordat ze niet zelf praten en dat die muziek erboven was, vond ik dat zo belachelijk eigenlijk.